uit de geruchten twee passages die telkens onder de titel Wij het ons hoofd. Tenzij de voetbalmatch van vanmiddag. De kwaliteit van het West-Vlaams bier die snel achteruit gaat met al hun chemisch gepruts. En de verkiezingen. Maar we gaan u daarmee niet lastigvallen. We worden geregeerd door een professor als eerste minister, meer zeg ik niet. Dus eigenlijk de gemeenteraadverkiezingen bedoelt. Maar in dat geval moet je alleen maar onthouden dat Willem Naastens als burgemeester 43 hectare landbouwgrond omgetoverd heeft in bouwgrond. Jezus in Cana met zijn water en wijn, die kan daar niet aan tippen. Maar meer zeg ik niet. Te zeggen, mij vraagt of meneer Cantillon een serieuzere kandidaat is, waarop ik u recht in uw gezicht zeg dat het allemaal één pot nat is. En een normale doorsnee mens geraakt niet op bij die pot. Vandaar trouwens dat de jonge gasten tegenwoordig zo rebels zijn. Zie je daarin staan? Bij de shoebox, met de lange haar, en de losse hemden, en hun werkmansbroeken met verkleurde gulpen. Waar gaan we naartoe als je van achteren het verschil niet meer ziet tussen een jongen en een meisje? En dat je in je eigen café elkaar niet meer kunt verstaan, omdat die jonge gasten staan te wiebelen en te zingen met vrouwenstemmen. Of we zijn klaar met kaarten. Meester Arsijn, die kaarten kan tellen als geen ander en die na één keer één rondje delen al precies weet wie welke kaarten heeft, die krijgt maar geen serieuze kaart in handen. De goden zijn tegen mij, zegt hij. Welke goden? In de doofpot kennen we er maar één. Ja, wie was die god ook weer? Vindt gij wordt ook vergeetachtig op uw jaren. Een mens zou meer vis moeten eten, vanwege het fosfor dat het de deugen ondersteunt. Apollo was het. Zeker weten. Was dat niet iets met de jongste van de Catrices? Noël? Ja, Noël. Die jongen was een jaar of 14, 15, een flink baas, waar of niet meester. René was de beste uit de klas, Noël tweede. En hij zat achter op de tanden met zijn moeder Alma voorop en zij maar duwen en trappen tegen wind. Want Noël had geen zin in om mee te trappen of hij was met zijn gedachten nog op school. Enfin, zij trapt voor twee, want als je achterop zit en je trapt niet mee, dan zijn je doodgewicht. En Alma roept naar hem, Noël, luizak, duwen. Noël duwt, zo hard dat wij dachten, wart je daarbij? Natuurlijk, we zaten op de bank voor de gevel van Café Floris, dat toen ook bestond, omdat Floris zijn nieren toen nog werkte. Ach, wat heeft hij afgezien, die mens? Je hebt er geen gedacht van. Vooral omdat hij zo christelijk was en doodsbenauwd voor het hiernamaals dat ons allemaal te wachten staat. Maar wij die niet zo christelijk zijn, hebben daar natuurlijk geen last van, omdat we weten dat er geen hiernamaals is. Waar ze ons nog gaan pesten om ons zogezegde zonden. Enfin, Floris staat in de deur van Café Floris en wij zitten op de bank en we zien Noël trappelen alsof hij een rit van de Ronde van Frankrijk aan het winnen is. En ze passeren in een flits aan het Café Raymond, dat toen nog bestond. En ze komen naar ons toegereden, alle twee voorovergebogen met wapperend haar. En we zeggen in ons eigen, die Alma, dat is toch nog een ferm vrouwmens voor haar jaren. Want ze was nog, vraag het aan Gérard hier, nog een begerenswaardig, zullen we maar zeggen, niet zo'n graadkut zoals dat tegenwoordig de mode is, fel over been. Als je de jeugd van tegenwoordig ziet, wild en lastig, spreekt er me niet van. Ja, we zijn wel een serieuze om een keer aan te maken met uw vertelling. Brug u een trein al misschien? Geef ons nog een rondje, Gérard. Enfin, Noël en zijn moeder waren in een gesprek gewikkeld, terwijl ze aan het koersen waren. En dat gesprek, dat hebben we later vernomen, ging over de les die middag was gegeven door onze meester Arsijn. Waar of niet meester? Meester Arsijn neemt een slok, een boer beschaafd, zucht en zegt, helaas. En trappelend roept Noël zo hard, zodat we het nu nog kunnen horen. En de god Apollo daalde over de velden. Wat, roept Alma? En zonder vaart te minderen kijkt ze om naar haar Noël. En dat mocht je nooit van zijn leven doen op een tandem. Hè. Ze kijkt om, ofwel omdat ze het niet verstaat, of omdat zij dacht dat Noël met haar voeten speelde, omdat ze verwonderd was dat hij zo'n onverstaanbaar gezegde over de dopskomst kreeg. Want Apollo behoort nu niet tot de gewone woordenschat van een jongen van zijn jaren, zijn afkomst en omgeving. En Alma zegt, Apollo? En ze hoort geen antwoord en ze hoort het niet goed genoeg. In ieder geval, ze blijft een seconde, wat zeg ik, een splintertje van een seconde, te lang naar haar kind omkijken en klets. Zij kletst met haar voorband tegen een van de cementen blokjes die onze burgemeester zo nodig moest laten zetten in onze dorpkamp. Dus ze naakt dus het cement van zijn schoonbroer. En van de slag staat haar stuur om en dat stuur krijgt ze in haar buik. En volgens mij en volgens de medicale kenners is die stoot de reden en de oorzaak van veel van het ongemak en de complicaties die over het gezin Catrices zijn gekomen. Maar we gaan daar niet over uitweiden. Er is al genoeg miserie onder de mensen.
En Alma kwakt dus op de grond en mathematisch logisch en geometrisch fataal. Kwakkelt haar onschuldig kind ook tegen de keien waar al veel bloed over gevloeid is sinds de oorlog van 1418. En toen, santé meester, hè, lagen ze er alle twee voor onze ogen. En drie of vier gasten van het café en Floris zelf komen dichterbij om de schade te verkennen. Alma kruipt overeind en zegt, Noël, doe uw ogen open, niet in paniek, hè? Bijna kalm. Het is ooit een barre tijden waar we niet over zo'n uitweide gediplomeerde verpleegster geweest. Noël, kunt u uw arm bewegen? Noël, beweeg uw been. Voelt je me knijpen? Ja, moeke, zegt Noël. Maar dat kan het niet zo erg zijn. Je bent niet verlamd. Nee, ik ben niet lam, moeke. En die jongen kruipt op, overeind, hij jankt, hij blert, hij snuffelt en snuit en zegt, o God Apollo die over de velden waakte. En hij zegt, God, om de gele tekst die onze meester hem die dag heeft geleerd. En u zult gedenken, die hersenen waren beschadigd. En wel, je zijt mis. Mis, want een ambulance heeft hem weggebracht, Alma hield zijn hand vast en hij bleef maar die tekst over Apollo opdreunen. En het is pas 3 dagen later dat hij terug van het hospitaal raar is beginnen te doen. En volgens mij en Alma, die geen medicale kenners zijn, hebben ze nog wel in het hospitaal totaal mismeesterd. Verkeerde spuitjes gegeven in het ruggenmerg. Vernietigend gedaver van elektrische schokken. Wie zal het zeggen? En je weet hoe slecht de mensen zijn. En hoe het leed van de evennaaste de mensen vermaakt. Toen Noël later in de dorpskom kwam, waren er onder ons die hem toeroepen. Wel, wist met de god Apollo. En van het een komt het ander en er kwam sleet op die tekst en het werd al hou. Wel, hoe is het met de zotte Apollo? Ik geef toe, het is van onze schoonste niet. Maar de mens moet toch iets doen met zijn medemensen. En plagen of een vogelen. Dank u.